Je voelt de hitte omhoog knappen, hè? Nou, precies. Oh. Het is, Ja, want we gaan daar naartoe. Ja, kom mee. Want? Wat is hier zo... Het is een mooi stukje bermen. Dorre wegbermen, kale straten en troosteloze stadsparkjes zijn het doelwit van de Guerrilla Gardeners. Wacht niet af, verover de grauwe ruimte en maak er een groene oase van. Dat is hun strijdkreet. Met schep, gieter en planten kan iedereen met een groene hart een Guerrilla Gardener worden. En is zo'n heel klein mini-stukje nou belangrijk voor insecten? Nou ja, ecologen hebben uitgerekend dat als 15% van een stad een goede groene plek is, dat dan heel veel diersoorten zouden kunnen overleven. Dus ja, het is heel belangrijk. Dit heb je echt hartstikke nodig. Ze vinden hier een onderdak, ze vinden hier een voedsel en vanuit daar kunnen ze zich weer verder verspreiden. Ja. En daar ga jij een beetje over, hè? Want met die guerrilla gardening ben jij eigenlijk dit aan het nabootsen in de stad. Wij als bewoners van onderop, zeg maar, proberen zoveel mogelijk groen om ons heen te maken. Mm. En op kale plekken wippen we tegels om daar een plantje in te zetten. Ik vind het mooi, van onderop. Ja, maar weet je, je hoeft niet te wachten tot de overheid of de woningbouwvereniging. Je doet het gewoon zegt. Van onderop. Je doet het gewoon. Zullen we de stad in? Ja, is goed. Het kan. Dus, wat zit er in een bloemenbom? Nou, een bloembom is een balletje met klei, compost en zaadjes. Ja. Wil jij ook scheppen? Ja, ik wil ook scheppen. Nou. Kijk, ik heb je ook een instructie gegeven. Oh, dat is goed. Lezen wat er staat. Maar ik verheug me gewoon enorm op waar we ze neer gaan gooien. Nou, ik verheug me op jouw modderhanden zo meteen. Oh ja, dat vrees ik al. Hier een half theelepeltje. Half? Juist waarom het zo fijn is om het in een balletje te kunnen doen. Want als je een handje zaadjes zo werkt met klaproosjes. Dat gaat alle kanten op, ja. Dan heb je gewoon... Ik heb ook een gevechtstraining gehad in een ver buitenland, of niet? Ik heb kinderen. Oh, dat is niet. Ja, nu kunnen we gaan rollen. Ja. En zo. Omdat het kleine zaadjes zijn, is het ook fijn dat we kleine balletjes maken. Doe jij maar even voor. Ik zie toch een verschil. Oefening baart kunst, hè? Maar die van jou zullen het ook doen. Maar die kan het doosje niet meer dicht. Ja, oh, jij zit er helemaal goed in. Bij jou passen ze perfect. Maar maak die dan kleiner. Ja, gewoon, in twee en zo. Maar één zo'n... mini gehaktballetje, Daar komen dus al heel veel plantjes uit. Oh, je wil niet weten, als je dit zou uitrekenen hoeveel zaadjes hierin zitten, dat zijn er honderden. Ja, grappig hè? Ja. Je hebt wel potplantjes, maar dat is het hier niet. Hier zo? Nee. Nou ja, je ziet dat mensen doen hun best om een beetje groen nog heel klein flatje in te krijgen. En dan wel weer, hè, waar het van moet komen. Ja, ik zie hortensia's, daar heb je ook niks aan hè? God. Weet je, voor de insecten. Als het gaat om geen groen en een beetje groen, dan heb ik liever dit dan helemaal geen. Ja, is het wel echt, denk je? Even voelen. Dat kun je ook nog afvragen. Plastic. Nee, dit is wel echt. Oh, is wel echt, gelukkig. Hoppa. Oh, mis. Ja. Zo, veel plezier. Hoppa. Waar ik nu naar kijk is naar het geheel, want ik zie onder die ginkgo zie ik een ruimte, dat heet de boomspiegel. Ja, die is niet zo mooi. En hij heeft mooiere tijden gehad. Dus het zou best kunnen dat iemand heeft gedacht van ik ga die opknappen, ik ga daar iets leuks in zetten. Ja. Maar wij gaan hem nu een stukje meer opknappen. Nou, ik ga eerst maar eens even spitten. Jeetje, daar is er geen 100 jaar iemand in geweest. Probeer niet te diep, want je wil de boomwortels niet beschadigen. Dus je probeert aan de oppervlakte te blijven. Ja, maar die hele pot moet erin. Nou, wat we eerst gaan doen is even wat van die van het gras weghalen. Mm-hmm. Je hebt wel verrassend veel kracht voor een klein tuinterroristje, toch? Gras, vooral als het droog is in dit weer, dat is niet zo moeilijk om eruit te halen. Nee. Ja, in het ideale geval zou je ook tegels eruit halen. Maar dan moet je explosieven meenemen. Ja, die hebben we nu niet bij ons. Maar dat doe je normaal wel eens. Ik adviseer mensen altijd om te kijken of ze tegels eruit kunnen halen. Ja. Want hoe minder tegels in de stad, hoe minder belemmeringen, hoe beter het is. Hoe minder belemmeringen voor de bomen, of hoe minder stenen, hoe koeler het in de stad is. Maar we hebben maar een klein stukje nodig, hè? Dus zijn we er wel, denk ik. Kijk, iedereen werkt mee. Yes. Wat doen we? Erop? Ja, water is zo essentieel op zo'n plek. Heel veel water. Dan moeten we even hier iemand van de winkel vragen dat ze af en toe even water geven. Ja. Want anders wordt het helemaal niks. Nou
Nou, je ziet ook aan de winkel zelf dat de eigenaren groen mooi vinden. Zou die erin? Ja. Okay. Moet dat kaartje erbij? Nee, hè? Nou, is wel leuk. Dan weten mensen wat het is. Oh ja. En de Alcea Rosea Nigra. Die dus de mooie donkerrode. De zwarte stokroos. De zwarte stokroos. Ja. Die staat hier lekker. Weet je wat het leuk is van stokrozen? Die krijg je van die platte zaadjes. Ja. En die kun je ook heel mooi tussen stoeptegels en de randjes. Vind jij leuk, hè? Frommelen. Een beetje lekker zo. Met snap gereedschapjes. Niemand ziet iets. Kijk. Alsof er niks gebeurd is. Oh, heerlijk. Lekker nat. Wegwezen. Dit is ook een lelijke kale boel, hè? Nou. Wacht even, ik weet iets. Kijk, je hebt toch van die botanische tekenaars? Stoeprijten, ja. Ja. Pak je spullen. Kijk, heel goed. Steen-beton-klomp winkelstraat, hè? Ja, je zou denken dat hier ook wat stenen uit kunnen om wat extra te doen. Ja, dat zou leuk zijn. Heggetjes, dingetjes. Nou, gezellig. Maar goed, dat kunnen mensen natuurlijk allemaal zelf doen, hè? Wat vind je hiervan? Lekker een tegeltje wippen. Nou, ik denk dat dit een heel mooi plekje is voor een bloembol. Even een bloembol. Oh, je hebt je handen voor. Nee, gooi jij maar. Doe ik hem even, dan kun jij de... Even zo. Nou, nog eentje erbij, hè? Ja, dat is wel mooi ook. Want dan denken ze, is het nou hondenpoep en dan blijven ze eraf. Veel plezier ermee. Wel hard werken. Nou, ik keur nog wat water gardening. Uit. Lekker. Cheers. Goh. Mm. Maar in die hitte, dan merk je dus ook wat Wageningen ontbreekt, hè? Namelijk groen. Dat wou ik net zeggen, je loopt hier door het centrum, je ziet een paar grote bomen. Ja. Verder eigenlijk niks, het is één dorre bende. Nou, en als het zo heet is, dan wil je dus lekker veel groen boven je, hè? Dan wil je in de koelte kunnen lopen. Hier ben je gewoon aan het braden. Ja, jouw hoofd gaat wel ver, hè? Als, Guerrilla Gardener, hoe word je zoiets? Nou, bij mij is het zo dat ik twee dingen combineer waar ik van hou, namelijk groen. Ik vind het hartstikke fijn om te tuinieren en met mijn handen in de aarde te zitten. En ik heb altijd geloofd in als je een probleem ziet in de wereld, daar iets aan doen. Dat heb ik ook, ja. Ja? Maar er is een punt in jouw leven gekomen dat je gezegd hebt, ik ga me niet meer aan de regels houden, ik begin gewoon. Nou ja, en dat moment was toen ik dus in aanraking kwam met het fenomeen Guerrilla Gardening. Toen ik voor het eerst erover las en toen dacht ik, wow, dit is zo geweldig. Want ten eerste, het is met groen en dat vind ik super tof. Ja. En ten tweede, je bent de wereld een stukje mooier aan het maken. En ten derde, je hield je lekker niet aan de regels en dat vind je ook leuk. Ja, je zegt steeds, je houdt je niet aan de regels. Ja, dat kan. En in heel veel plekken kun je ook gewoon toestemming vragen. Maar dus dat, het is niet is per se niet zo zei. Dat je niet Jij aan de regels houdt. Jij vindt dat hartstikke leuk, lekker stiekem. Leuk, wat ik leuk vind is de boel een beetje mooier maken. Oké, hou ik laat het me niet aanpraten.